Dat is een voetgangerspad. Moet lopen. Dankjewel. Kijk, het helpt wel, hè? Ja, de vraag is alleen voor hoe lang, want continu crossen er fietsers kriskras over het plein heen. Hier staat een bord, we hebben daar nog twee borden staan. En je ziet nou die fietsen hier wel, ze rijden zo door de terrassen heen. En dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Een serveerster van restaurant Zappa's is aangereden toen ze vanuit het restaurant naar het terras wilde lopen. Waar fietsers het plein op de dag teisteren, zijn het 's avonds vooral de scooters die voor overlast zorgen. Midden in de nacht is hier naar de racebaan. Hè? Ze komen aanrijden, ze stoppen bij KFC daar, bij dit kippengebeuren. En dan staan ze 2 minuten, dan worden die dingen gestart. En dan word ik hier heel hard om het plein heen gereden. En dan staan ze er weer. Ze kijken er heel snel. En dat wordt vervolgens ook helemaal niet op gehandhaafd. Er zijn al ongelukken gebeurd bij Zappa's. En je kunt erop wachten natuurlijk dat dat nog vaker gaat gebeuren. Hè? Bewoners hebben een brief geschreven naar de verschillende politieke partijen in Nijmegen. En inmiddels heeft Paul Eigenhuizen van VoorNijmegen.nu raadsvragen gesteld. Of het helpt? Goeiedag mevrouw, wilt u misschien lopen? Nee, wilt u lopen? Oh, hier, hij wordt gewoon gezwaaid. Ja. En zo doen ze weer de toezicht. En zo gaat dat hier in Nijmegen. Ja.